Welkom bij de tweede dag van het Dutch Open Journaal met natuurlijk huisjournalist Jurien van der Velden. Heb je het gemist vandaag om een keer niet mee te spelen? Ik moet wel zeggen, ik heb het gemist, maar ik heb wel genoten van de wedstrijden die gespeeld werden hier. Laten we beginnen met de kwartfinale bij de dames, waar eigenlijk verrassend Priscilla Steenbergen met Noaline van Leuven eruit gaat. Ja, zeker. Dat is wel, eigenlijk is wel een koppel die tot de favorieten genoemd mag worden. Maar ja, er zijn ook een aantal goede koppels doorgekomen natuurlijk die wel gaan spelen voor het eremetaal. Ze speelden tegen Lorraine Wayne Stanley met Paige. Dat is van het Target Elite Program. Ja. Heeft dat dan voordelen? Dat ze met z'n tweeën spelen, dat zij ook misschien een beetje de coach is? Nou, ik denk wel zeker dat wel zijn voordelen heeft. En nou ja, Lorraine is natuurlijk wel een van de begeleiders daar binnen dat programma. En nou ja, Paige, een jeugdspeelster, is een jongeling. Dus die kan er zeker haar voordelen uit gepakt hebben vandaag. Dat was te merken. Ander opmerkelijk feit. Aileen de Graaf en Anke Zelstra gaan eruit tegen Bo Greaves met Joe Rawls. Joe Rawls die eigenlijk alleen maar zegt... Bo, dankjewel. Maar die Bo Greaves, ongelooflijk. Die gooit gewoon 3 keer achter elkaar 180. En het lijkt, de stijl van haar lijkt wel weer terug. De hapering lijkt eruit. Ja, dat was echt eigenlijk wel niet normaal om te zien. Dat was gewoon 180. En Joe gooit dan een beurt zonder triple 60 of 85. En Bo die gooit daarna gewoon weer 180. En hetzelfde herhaalt zich nog een keer. Ja, dat is heel bijzonder om te zien natuurlijk. Ja. En daar had Bo zelf ook nog wat over te vertellen. Bo and Joe, you reached the final of the Dutch Open Pairs. Bo, smart day for you today. I know, I've played really well and I've enjoyed playing with Joe and happy to get through to the finals and hopefully we can carry on to Sunday afternoon, whatever it is. Joe, how is it to play with Bo? I feel so comfortable playing with her. There's no pressure. We have got such a really good relationship as on and off the board. I don't feel like the last two games I played actually that great. I know that I can play better than that. And actually, to get us to the last two games that we've played, I've played actually really quite well. The last two games, not really that great, but you know what? She is an unbelievable player. And you know what? There is absolutely no pressure playing with her. I love her. And you know what? She's the most humble dart player I have ever come across. Ja, dat was Bo Greaves. Laten we dan naar het mannentoernooi gaan. Ja, net als gisteren, de oude tourcardhouders op 2 man na. Niet heel succesvol. Nee, de tourcardhouders kwamen wat dat betreft niet heel succesvol in de koppels door. Maar ook natuurlijk een aantal tourcardhouders wel. Maar tourcard wel iets eerder verloren natuurlijk. Maar Jan Dekker koppelde met Jimi Hendrix. Die verloren niet een hele sterke pot, maar goed, die verloor van Angelo Balsamo en Jurgen Bronckhorst met 3-1 als ik het goed heb. En nou ja, die jongens die weten daarna nog wel goed door te stoten, zeg maar. Danny Jansen, vorige week een supergoed weekend gehad, niet echt op stoom gekomen met Patrick Maat. Nee, die misschien wellicht dat ze iets tegen de verwachting in iets... af lieten weten, maar ook koppelde ook aan rare dingen opbrengen natuurlijk. En zo zie je maar weer. We hadden het tafereel even ook op. Kist gooit eigenlijk helemaal niks meer in zijn laatste 16 partijen, wat eigenlijk uit het niets komt. Nee, die startte de dag heel goed. En Kist en Stoeten die begonnen ook een aantal hele goede partijen. Wel 90 plus gemiddeld. Nou, dat is heel knap voor een koppelwedstrijd natuurlijk. Alleen ja, in de laatste 16 tegen Sidney de Vries en... Lars Moynat, moet ik het goed zeggen. Die kwamen niet heel veel meer uit wat de voorgaande wedstrijden wel gebeurden. Laten we kijken naar die kwartfinales. Die je er eigenlijk niet zien. Plezier en Danny Oldekalter de hele dag al een beetje aan het wankelen. Komt er niet uit. Nee, ja, ze overleefden eerder in het toernooi overleefden ze ook wel 4 wedstrijdpaarden. Verliezen uiteindelijk van Kist en Stoeten. En die verliezen daarna weer van Sydney en Lars. Dus ja, zo kan dat een raar spelletje zijn af en toe. In de kwartfinale weinig grote namen meer. Op de 4 die het uiteindelijk gehaald hebben na. Ja. Wat heel mooi was, het koppel uit Urk. Johan Brouwer met Marco Horen. Ja. Ja, uiteindelijk, ik ken Marco eerlijk gezegd niet super goed. Johan natuurlijk wel, maar dat is wellicht al wel een tot een verrassing te noemen uiteraard, ja. En dan de finalisten. 2 extra hoekkaarthouders, Brian Raman met Damien Mol. Ja, eigenlijk heel goed hersteld, want Damien grijpt net naast de hoekkaart. Nou, Raman's Q-score was echt vreselijk.
Ja, maar zo je terugvechten meteen in de kop was eigenlijk best wel netjes. Ja, nee, dat is een super prestatie natuurlijk van die twee jongens. En nou ja, Damian die had natuurlijk wel een support achter zich op een gegeven moment. Dus ja, wellicht heeft dat nog iets geholpen. Nee, maar die hebben zich keurig gepakt naar de Q-School. Ja. Ze hadden ook nog wat tegen ons te zeggen. Twee extra hoekkaarthouders. Zullen we eerst beginnen? Waar ging het mis? Voorlopig nog nergens. Vandaag niet, hè? Nee, ja, de tweede wedstrijd ging misschien iets mis, maar we staan er toch. En mega trots ook op Brian, hoe hij vandaag gegooid heeft. Gigantisch goede dag. En ik denk dat we het best aardig gedaan hebben vandaag. Aardige vervanger voor Damian, aangezien hij met Jules zou gooien. Ja, ik ben niet zo goed als Jules, want Jules heeft een tourcard. Maar ik denk dat ik het wel goed heb opgevangen. En, ja, het was gewoon, ja, de chemistry tussen ons was gewoon prima. Heel de wedstrijd, lang altijd liggen vechten. We hebben een paar wedstrijden 2-0 achter gestaan, altijd liggen vechten, nooit opgegeven. En dat zorgt ervoor dat we op zondag opnieuw mogen beginnen. Zondag opnieuw mogen beginnen? Je hebt eigenlijk best wel helemaal opnieuw mogen beginnen. Want je bent geopereerd geweest aan je schouder. Een hele goede modusweek vorige week. Speelde dat wel mee in het vertrouwen vandaag? Ja, zeker. Ik zei het ook in de interview op Modus. Dat Modus misschien wel de springplank terug was naar het vertrouwen voor dit jaar. Ja, zaterdag op Modus ging dat niet goed. Omdat ik 2 dagen echt rust heb gehad. De schouder was veel te stijf. Dus ik heb daar ook uit geleerd. Dat ik iedere dag nu moest blijven gooien. Zodat ik wel hier op de Dutch Open fit kon zijn. We gaan het zien aankomende zondag. En aankomende zondag gaan ze spelen tegen Jimmy van Schie en Jeroen Mioch. Had jij dat verwacht van tevoren? Niet verwacht natuurlijk, maar natuurlijk wel een van de outsiders die ver zouden kunnen komen in het toernooi. Maar nee, die twee jongens die gooiden gewoon een supersterke koppeltoernooi tot nu toe. En ja, wellicht dat ze dat zondag tot een goed einde kunnen gaan brengen. Het levert Jimmy ook nog problemen op, hè? Want die moet maandag naar de Modus toe. Die jongen die moet maandag nog naar de Modus toe, dus wellicht dat er nog iets geregeld kan worden. Maar anders wordt het vroeger eruit of in één keer doorreizen wellicht. Maar... Jimmy had daar zelf ook nog wat over te zeggen. Voor mij de topfavoriet, werd waargemaakt. Een paar keer ook dik 100 plus. Ja, voor jou helemaal. Het begin was niet helemaal super met Q-School. En nu dit. Trekt Jimmy jou er een beetje doorheen? Ja, eigenlijk wel. Ik vertrouw erop dat mijn koppelmaat ook goed speelt. Dat is toch altijd wel fijn, lekker, ontspannen gooien. Als het goed valt, dan is dat lekker gooien. Ja. Dat is, ja. Ja, zeker lekker gooien. Ja, jij staat natuurlijk met een enorme vertrouwensboost van vorige week hier. Ja, nee, ja, de Challenge Tour was supergoed. Ik heb een paar partijen verloren. Waar ik, ja, eigenlijk moet ik gewoon pakken voor mijn gevoel. Weet je wel. Het is allemaal net niet weer. Nou, ook Romania gewonnen. Nou ja, super lekker gevoel aan overgehouden. Eindelijk een keer net wel. Maar wat je net zegt, ik trek me doorheen. Nee, dat is niet helemaal waar. Want deze man gooit ook het moment dat ik niet goed gooi, gooit hij ze ook. En dat is heel belangrijk. Snap je? Daarom ben je een koppel. En dat, ja, daar heb ik hem ook heel veel aan te danken. Echt waar. Ja, jij bent volledig voor de koppels gehaald. Voor jou staan er geen singles te wachten morgen. Nee, dat was voor mij even allemaal te veel. Maar ik heb van tevoren gezegd, ik ga vrijdag en zondag gooien. En dat is gelukt. Dus in ieder geval, ja, daar ben ik blij mee. En jij helpt Jimmy in de problemen? Nou, problemen kun je oplossen. Dus nee, dat lossen we wel op. Maar dit kan je niet laten gaan toch, een Dutch Open finale. Jij hebt echt een fantastische uitdaging zo. Dutch Open finale, maandag je eerste keer Modus. Ja, beter kan jij het jaar niet beginnen, hè? Ja, ik heb het even lastig nu, want de vlucht stond al geboekt en ik moet even om gaan boeken, denk ik. Want, gooi ik maar singles, dan had ik het beter kunnen doen. Maar gewoon geen singles, want ik had al in mijn hoofd kijken, weet je. Tuurlijk, het zit er wel in, koppenfinale. Maar ik schat de kans groter dat ik bij de laatste 64 kom, dan dat ik de koppenfinale zou halen. Maar ja, dan staan we toch in de koppenfinale. Hadden we singles ook maar meegegooid dan. Ja, maar ja, helaas. Het is, ik ben blij met dit resultaat en we staan hier nu. Ja, dat waren van Schie en Mioch, maar die gaan dus geen singeltoernooi gooien. Nee, Jimmy die moet heeft nog een maandagochtend afspraak ergens in Southampton staan voor de Modus. Dus dat zit er voor hem helaas niet in. Over kijken wat dat dagje terug gaat opleveren, gaan we het morgen hebben. Morgen de singles. Kijk, bij de vrouwen natuurlijk maar één favoriet, dat is echt Bo Greaves. Dan wel in Verleuven en Anka Zijlstra, daar zijn een beetje die tegenaan hangen met nog de Engelse vrouwen daarachter. Eileen wellicht. Eileen, ja. Ja, zeker. Maar bij de mannen ligt het veld eigenlijk wagenwijd open, want Mats Schies was vandaag ook goed. Ja, nou ja, Mats vind ik persoonlijk altijd wel een hele sterke speler. En alleen het komt er, nou, op de PDC-toernooi komt het er niet altijd even uit, maar met de Super League is dat een hele steady speler. Dus ja, wellicht dat het op Nederlandse bodem wel goed gaat. Iemand die vandaag ook weer een beetje terug was, onze persoonlijke favoriet, Rudy van de Veen, die stond heel goed te gooien. Mocht hij morgen de eerste ronde winnen en Danny Jansen ook, gaat hij heel snel tegen Danny Jansen komen. Wat zal dat voor pot gaan opleveren? Dat zal een heel mooi potje kunnen worden op een best of 5 legs inderdaad. Ja, maar ja, goed. Jansen wordt natuurlijk vandaag ook een beetje aan het wankelen. Kan Rudy dat misschien de overhand nemen? Nou ja, Rudy die kan
heel scherp starten, maar ja, dat heeft ook zijn meerdere factoren ja. Ligt dat aan natuurlijk. Nee, maar dat kan een hele mooie wedstrijd worden inderdaad, Jap, 's ochtends vroeg. Andere jongen die we terug gezien, Mike van Duivenbode, heel lang weg geweest. Heeft hij nog een keertje geflikkerd, toen pakte hij meteen de Velmer Tour finale. Ja, ik ben zeer benieuwd natuurlijk naar Mike. Dat hij, ik heb hem voor het laatst gezien op de Velmer Tour. En maar wellicht dat hij hier iets gaan klaar kan maken dit weekend in de singles. Wat finalist en half finalist van vorig jaar. Plezier, Oldekalter, Konteman. Wat gaan we daarvan zien? Ja, dat zijn toch wel jongens die je opnoemt voor die wellicht de titel kunnen gaan winnen daar. En nou ja, wellicht denk ik toch dat Plezier wel iets de overhand heeft om nou ja, de gedoodwerfde favoriet te zijn voor het singletoernooi. Maar ook die kan wankelen, dus ja, ik ben heel benieuwd. Veld is open, weinig buitenlands zien we. Mark Borrelli speelt. Vorige week in Roemenië niet goed. Kan je het hier omdraaien? Vorig jaar wel halve finale gehaald op Dutch Open, dus ja, het kan zomaar eens zijn toernooi zijn hier natuurlijk. Of zijn locatie, zijn omgeving. Dus ja, misschien dat hij morgen een fantastische dag heeft en dan is het zondag weer gewoon een nieuwe frisse dag om opnieuw te starten natuurlijk. En dan kan hij zomaar eens weer ver komen. We gaan morgen kijken wie het gehaald heeft. Jurien, bedankt voor vandaag. Bedankt voor het kijken naar het Dutch Open Journaal. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Darts Actueel, een duimpje achter te laten. En dan zien we jullie morgen terug bij dag 3 van de Dutch Open.